Het wielerseizoen in Nederland wordt traditioneel afgesloten met het Nederlands clubkampioenschap ploegentijdrit, het NCK. Het is een bijzondere week voor Martijn Keizer. De Muntendammer is woensdag voor het eerst vader geworden. Ik ben de hele dag al in het ziekenhuis, maar s'nachts heb ik thuis geslapen. Dus het echte gevoel heb ik nog niet gehad. Maar vanavond zijn er twee vrouwen thuis en dan gaan we er heel erg van genieten. En Keizer wil met zijn club de Stormvogels uit Veendam proberen voor een verrassing te zorgen. Maar dit jaar hebben we het er al een paar weken over. We hebben vorige week in band een voorbereidingskoersje gereden en dat ging gewoon hartstikke goed. Dus ja, iedereen heeft gewoon moraal en inderdaad, de top 10 zou gewoon heel mooi zijn. In tegenstelling tot andere jaren veel profs aan de start. De grootste naam is Nicky Terpstra. Hij is vorige week in Florence wereldkampioen ploegentijdrit geworden en is nu met zijn club DTS Zaandam de grote favoriet voor weer een titel. 2 jaar geleden zijn we ook kampioen geworden, maar het is nog niet zo makkelijk. Maar ik zeg, goede amateur. Renners die op elkaar ingespeeld zijn, die kunnen ook gewoon heel hard fietsen. Dus het is niet makkelijk. We gaan voor de titel en we hopen niet af te gaan. Bert-Jan Lindeman is de belangrijkste troef voor de Noordelijke Wielenvereniging Groningen. De prof uit Assen wil de NWVG dit jaar richting het podium brengen. Nou, ik denk dat het zeker mogelijk is. Ik denk dat veel jongens allemaal gelijk aan elkaar zijn. Als we elkaar niet kapot rijden, dan kunnen we echt ver komen voor een podiumplek. De omstandigheden zijn prachtig in het Lauwersmeergebied. De mannen rijden bijna 43 kilometer met start en finish bij de kazerne. Hier de Stormvogels onderweg. Keizer neemt de ploeg in de beginfase op sleeptouw en krijgt de snelheid er goed in. DTS Zaandam is inmiddels ook gestart. Nicky Terpstra komt van de kop en kijk eens hoe zijn ploeggenoten ronddraaien. De laatste jaren komt de NWVG meestal uit rond de 10e plaats. Dat moet nu royaal verbeterd kunnen worden. Nu nog in het laatste wiel met nummer 73, Gijs Strating uit Haren, maar hij zal na een kilometer of 15 moeten lossen. Een andere favoriet is regerend kampioen, de jonge renner uit Oosterhout. Hier met nummer 5 Stef Clement. De Belkin prof is de motor van deze ploeg. De Stormvogels staan te vroeg en hebben lang de snelste tussentijd. Hier zijn ze onderweg richting Zoutkamp en beginnen ze aan de finale van hun tijdrit. Inmiddels richting de laatste bocht met Rick Ottema voorop. En dan is het nog één keer alles uit de kas richting de streep. De Stormvogels wordt uiteindelijk 9e, een prima prestatie, want zo hoog eindigde de club nog nooit bij het NCK. 58. De strijd om de titel is spannender dan ooit. DTS staat voor door training sterk en ze doen hun naam alle eer aan, want ze zijn halverwege de snelste van allemaal. Maar de jonge renner doet er weinig voor onder, want hun tussentijd is slechts 5 seconden langzamer dan die van DTS. De NWVG voldoet ook aan de verwachtingen en is halverwege 3e. Hier in laatste positie met nummer 76, Jochem Hoekstra uit Haren. Net als Bert-Jan Lindeman vorige week met zijn ploeg Jo Piels, actief in de ploegentijdrit op het WK in Florence. Dan naar de finish van DTS. Ze zijn de te kloppen ploeg en realiseren op dit moment verreweg de snelste tijd. In 49 minuten en 23 seconden raffelen ze de ruim 40 kilometer af. Een gemiddelde van bijna 51 kilometer per uur en zo maakt de favoriet het vooralsnog waar. Maar de titel is nog zeker niet binnen. De jonge renner heeft het eerder gestart in Noord-Holland inmiddels ingehaald en de gaskraan staat vol open met de finish in zicht. Ze zijn nog met 5 man en dat kan net het verschil maken. In de verte dendert de jonge renner naar de finish en ze hebben een kleine achterstand omgezet in een voorsprong van 7 seconden op DTS en lijken op weg naar titelprolongatie. Wat kan de NWVG dan nog? Kunnen ze voor een enorme stunt zorgen door de achterstand van een dikke halve minuut op de jonge renner in de slotfase weg te werken? Het antwoord is nee. Maar de NWVG levert wel een voortreffelijke prestatie door voor de 2e keer in de historie op het podium te staan tijdens het NCK. De jonge renner prolongeert de titel en klopt Terpstra. Maar de NWVG wordt fraai 3e. We hadden een doelgesteld podium en dat is gelukt. Dus dat is super gaaf. De andere twee ploegen, de 1 en 2, die zitten toch wel op een
daar zitten wij toch wel op een flinke achterstand. Dus ja, wat dat betreft zijn we de beste van de rest. En dat is super mooi. Zwaar, jongens.